Ik ga morgen naar New York, omdat ik zondag de marathon ga rennen. En daar heb ik een crowdfunding actie voor opgezet. Ik ga rennen voor de Fresh Air Fund en zij zet zich in voor kansarme kinderen uit buitenwijken van New York. En ik heb daar vorig jaar op een van die kampen gewerkt, op een meisjeskamp. En zij richten zich vooral op leiderschapsworkshops, ja, het in kracht zetten van de kinderen, talentontwikkeling en echt kijken hoe zij zelf de regie over hun eigen leven kunnen creëren eigenlijk. Voor deze organisatie moest ik $2500 bij elkaar halen. Via een crowdfunding actie. Uiteindelijk heb ik dus 3 weken geleden $2500, dus alles bij elkaar gekregen. En echt elke dollar gaat ook echt naar die organisatie toe, naar die projecten, naar die kinderen, naar dat eindresultaat. Toen ik dus vertelde dat ik de marathon wilde doen, reageerde eigenlijk iedereen aan tafel tijdens het eten niet heel enthousiast meer van waarom, mensen gaan dood tijdens zo'n run. Je moet daar kaart voor trainen, weet je dat überhaupt wel? Je kan niet zomaar aan een marathon gaan doen hoor. Terwijl ik dacht, ja, dat snap ik ook wel. Ik moet gaan trainen. Maar toch fulltime werken en dan ook nog uit eten willen met familie of vrienden. Andere activiteiten en dan nog zo'n grote afstand rennen als 25 kilometer. Heeft er wel gewoon echt zwaar ingehakt. En nu ben ik ook ziek, waardoor ik al helemaal denk van ik moet beter worden. Want er is gewoon geen optie dat ik ga zeggen, mensen, ik ga niet meer rennen. Ja, dat kan gewoon niet. Het is sowieso echt een super mooi en leuk gevoel dat er zoveel mensen hebben gesupport en gedoneerd überhaupt ook. Maar ik heb echt veel kaartjes gekregen. Nou, er kwam een ballon gisteren binnen. Cadeautjes gekregen van mensen. Knutselwerkje van mijn nichtje. Alles ter support. Dus het voelt wel echt als een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Van ik moet het eigenlijk nog doen. Ik heb nog niet gerend. Dus ja, nu moet het ook echt gaan gebeuren. En sowieso op social media, Facebook en Instagram laat ik zien hoe het is gegaan. En mijn hele voorbereiding naartoe van deze week in New York.